Olivia denkt dat we een verjaardagsfeestje hebben. Hyper de piep! Dit is de Olivia's verjaardagsmuts. Dat is een fietshelm. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben in Milaan en ik ben in ons appartement en we hebben super mooi uitzicht. Ik ga zo meteen naar de Filipijn show en naar het Filipijn diner en dan lekker slapen en morgen naar Oli. Kijk, this is our view. So nice. Ik ben aangekomen bij Filipijn en het is nu 10:30 en de show zal 9:00 beginnen. Het begint hier altijd super laat blijkbaar, maar het ziet er wel goed uit. Kijk. Hier daar gaat zo meteen de catwalk plaatsvinden. Wij zijn weer terug in het appartement. Het was echt een mega leuke show. Chris Brown ging optreden en iets van 69 of zo. Een rapper. Ik heb het op mijn stories gepost in ieder geval. Maar het was echt mega grappig. Het was echt leuk om te zien deze show. Het was gewoon heel entertainment. Het begon 1,5 uur te laat. Echt heel bizar. Iedereen werd ook mega boos. Al die fotograaf ging allemaal boos schreeuwen en zo. Maar het was heel cool. En het is nu super laat. Dus ik ga slapen en even douchen vooral. En even dit eraf halen. Allemaal is het helemaal strak in de lak. En dan zie ik jullie morgenochtend. Hey guys. Ik zit in het vliegtuig. En ik ben het weer. Hey guys. Ik ben weer back in Amsterdam. En eindelijk weer lekker geknuffeld met Olivia. En ik ben nu even mijn koffer aan het uitpakken van Milaan. En aan het inpakken voor Parijs weer. Want ik ga morgen weer naar Parijs. Dus ik ben 1 dagje thuis. Sander die is in Argentinië. Ja, ik ga nu gezellig beneden met Olivia eten. Olivia heeft vandaag haar schoolfoto gehad. Dat was zo schattig. Ja, ik had op mijn Insta-story gezet. Maar ik denk niet dat ik het filmpje hierin kan zetten eigenlijk. Maar dat was wel echt mega cute. Als de foto er is, zou ik die wel laten zien. Ja, dus ik ga nu naar beneden en ik ga met Olivia eten. Ja. Ik ben beneden met Olivia. We zijn aan het eten. Een zalmkiesje hebben we. We gaan even met papa bellen. Ja. Waar is papa? In het vliegtuig. In het vliegtuig. Ik vliegtuig. Olivia denkt dat we een verjaardagsfeestje hebben. Hyper de piep! Dit is de Olivia's verjaardagsmuts. Dat is een fietshelm. Maar goed. Wat gaan we doen? Op de bank zitten voor jou. Vlijt. Ik doe het. Wil je deze doen? Ja. Ik kan niet meer. Ik doe? Ja. Hyper de piep? Een babon maakt een feestje. Ga je babon? Je hebt een babon van een eend. Een babon is een ballon trouwens. Huh? Huh? Oké, guys. Nou, daar gaan we weer. Dit zijn alle spullen die ik wil inpakken. Ik moet alleen even overal... Het is wel donker, sorry. Ik moet alleen overal even nog een beetje outfits van maken. Dus let's get this. In this. Hey guys, het is vandaag dinsdag en ik zit in de Thalys. Ik ga gezellig met Suus naar Parijs voor Fashion Week. En we hebben even het snacks gehaald. We hebben M&M's, Pringles. Is dit lekker? Is dit naturel? Ja. Ja? Oh, best wel oké. Okay. Maar niet dus. Zijn we in Antwerpen? Ja. Daar hebben we onze eerste date gehad. Ja. De chain toch? Oh ja. Tweede date, ja. Wij zijn in het hotel aangekomen en ik heb me echt heel snel omgekleed. En Suus ook. En we gaan nu naar L'Avenue om te eten. Ik ben hier met Magiela. Mijn zoon Magiela. Voor iets met hun parfum. Dat ga ik jullie allemaal morgen en zo laten zien. Maar we zijn dus nu net aangekomen. Suus heeft zich ook even snel omgekleed. Ja, heel snel. En we hebben gezellig een queen size bed. Deze bedden, we slapen in het Sofitel, zijn echt de allerchillste bedden ooit. Wij zitten bij L'Avenue. Het eten is er, die was hier altijd hetzelfde. Iedereen heeft hetzelfde genomen. We hebben dus de spicy tuna tartare. En die frietjes hier zijn zo lekker. We moeten wel mayo erbij vragen.
Shocker. Dus een keer Alexa die weg gezellig met pap en Nina. Nina werkt bij Glamour. En pap is de PR van alles. Van alles. Pap kennen jullie trouwens ook. Good morning guys. Mijn haar is net gedaan en ik ga zo mijn make-up doen. En Suus en ik hebben één grote bende gemaakt. Ik ga nu even dit eten. Daar is onze bende. Suusje haar wordt nu gedaan. Het is echt overal een troep, Suus. Ja, maar er komt een klein kamertje en van die koffers. Ja, en omdat we ons zo snel hebben omgekleed. En ik wou, oh, hier is mijn telefoon. Oké, bueno. Oké, dus we gaan ons klaarmaken. Oké, zo is mijn haar geworden. Ik vind het echt mega vet. Ja. We zijn net naar de Makiela show geweest. En we zijn nu met pap gezellig. We hadden een lunchje bij Hotel Rustic. Wij zijn na de lunch naar ons hotelletje gegaan weer. En we hebben even allebei gewerkt. Kijk, had ik nou dit goed laten zien? Ik weet niet of jullie zo die ringetjes zien. Ik wou echt dat ik dit zelf kon. Of dat ik iemand in Nederland kende die dit voor mij kon regelen. Because I love it so much. Zo mooi. En ik ben een beetje moe. Ik moet ongesteld worden. Too much information. Dus ik voel me een beetje bleh. Nou goed. Ik ga nu een shoot doen voor Maison Margiela. Die hebben vandaag een nieuw parfum dat uitkomt. Dat heet Mutiny. En daar gaan we een hele coole video voor maken. Dus daar ga ik nu naartoe. En dan daarna heb ik een diner met Makiela en party. Dus dat is het plan voor de avond. En ik wil eigenlijk ook nog even een leuke foto maken. Want kijk, wij hebben een heel nice balkonnetje. En ik denk dat dit heel mooi is voor een foto. Kijk, daar is ook een stukje balkon. Hier zo. Dus dat gaan we denk ik straks even doen. Maar nu naar de auto. Ik ben aangekomen op een shootplek waar we voor een nieuw parfum, dat heet dus Mutiny, gaan shooten. En hier staat de fles. Echt heel cool ziet het eruit. En ik zal zo wat behind the scenes filmen van de videoshoot. Hier zijn Suus en Pap. Oké, wij hebben ons even vliegensvlug omgekleed. En ik heb hetzelfde jurkje als gisteren aan. Ik weet eigenlijk niet of ik die had laten zien. Volgens mij wel. Ik had hem niet op de foto gezet. En ik denk, ja, doe hem gewoon weer aan. En nu gaan we uit eten bij een tentje dat heet Le Bel Epoque. Dat zeg ik niet goed. Sorry. Epoque. Sorry voor mijn Franse uitspraak. And we need to go. Ja, dat is leuk. En Suus is in het rood. Met in de oorbellen. Mijn haar is still going strong. Het is weer even later. En we hebben lekker gegeten. We zijn aan het eten gegaan. En toen zijn we naar de party gegaan. En dat was heel leuk. Wel een heel apart sfeertje. Ja. Echt een beetje die underground. Underground techno vibes-achtige mensen. Ja, gewoon echt heel erg zoals Makiela is, zeg maar, qua merk. Maar het was wel cool. Het was helemaal ook ergens anders. Normaal zijn die feestjes altijd even die chic hotels, zeg maar. Gewoon in de stad. En nu was het best wel buiten de stad. Dus het was wel leuk. Een keer wat anders. Maar goed, we zijn weer in de taxi naar het hotel. En dan gaan we lekker een episode 6 en slapen en een theetje lekker bestellen. En morgen hebben we lekker weer een hele dag in Parijs. Dus we zien jullie morgen. Hey guys, good morning. Het is vandaag donderdagochtend en we zijn onze spulletjes aan het inpakken, want we moeten van hotel switchen. We zijn bijna klaar. Good morning. Daar was Suusje. Iets wat ik aan heb, spijkerbroek kapot. En het is super warm. En ik heb een heel leuk pakketje gekregen van Makiela van het nieuwe parfum van de party. Dat zal ik even laten zien. Kijk. Heel vet dat je het logo zeg maar door het flesje ziet. Ja, hè? Ja. Maar ik vind deze doos kijk sowieso heel vet. En je ziet het zeg maar het is andersom. Kijk of die hem pakt. Kijk, hier zie je... Ik voor het gevoel maar opgeven. Ja, dus hier zie je dat Mutiny die er doorheen. Ja, ik ga hem ook op doen vandaag. Ik vind het wel leuk. Ja. Zo cool. En wij zitten lekker bij de Lavenue. Zo gezellig. Het was niet makkelijk om hier te komen. Maar we hebben onze tafel. We hebben onze tafel. Dus we gaan nu even kijken.
Oké, ons eten is er. Ik heb weer die spicy tuna tartar. Daar haal ik van vers. Pintjes, wat? Dat jouw er ook lekker uit. Twin crab met avocado. Ja. Zo. Echt top. Good morning. Het is vrijdagochtend. En ik heb gisteren echt niet meer gevlogd. Want ik heb gisteravond zo'n enorme buikpijn gekregen. Dat ik eigenlijk de hele avond in bed ben gebleven. En vanochtend werd ik ook wakker van de buikpijn. Maar nu heb ik een paar paracetamol op. En gaat het op zich wel oké. En we gaan nu foto's maken en dan naar een presentatie. En kijk. Dit uitzicht is toch zo leuk. Daar is de Eiffeltoren trouwens. En dit is wat ik aan heb vandaag. Deze lange laarzen. Grote trui. En mijn haar zit zo. Mijn zusje heeft een fall look aan. Ik heb deze laarzen trouwens ook gekocht. Van de Zara. Zo nice. Zal ik mijn petje meenemen? Ja, heel leuk. Look where we are. The Eiffel Tower. Het is even later en ik heb even een chill outfit weer aangedaan. Suzie. Nee. En we zitten in de pak Uber. Pak hem door. Ja, pak hem even door, Rob. We zitten in de Uber naar Gare du Nord. We gaan weer lekker terug naar Amsterdam. Naar de kindjes. Zin in? Mega zin in. Ja. Maar we worden altijd goed op de hoogte gehouden. Video's en alles. Foto's. FaceTime. Ja. Het komt helemaal goed. Ze had naar mijn zoon een schattig filmpje vanochtend gestuurd van Olly dat ze aan het zingen was voor hem. Echt te lief. Maar goed, Olly zit vandaag op de crash, dus ik ben op tijd terug om haar nog van de crash te halen. Dus dat is wel heel leuk. En dan zien jullie mij straks weer. En dan morgen heb ik Linda Meidenfestival, dus ik ben benieuwd of dat leuk is. Sorry voor het zonlicht. En dan maandag weer back to Paris. Ik ben weer terug in Amsterdam. En Sander is ook thuis. En Olly gaan we zo halen. Yay! Daar ligt. En ik ben nog iets vergeten te vertellen. Want voordat ik gisteren ziek werd, was ik gaan shoppen in Parijs. En toen heb ik dit gekocht. Dit is bij Chanel. En dat ga ik nu unboxen. The wait. Oké. Okay. Let's start. Ze had het zo mooi ingepakt zonder om uit te pakken. Maar, wat denken die dat het is? Een tas, een ketting, schoenen. Het zijn sneakers! Kijk dan. Mega top. Zijn mooi, hè? Ja, super top. Ik ben er echt super blij mee. Snap ik. Voor de herfst. Dus dat. Hey guys, good morning. Het is zaterdagochtend en vandaag heb ik een meet and greet op het Linda Meidenfestival. En ik heb net even alle pakketten van kantoor gehaald. En ik heb echt een mega, mega, mega leuk pakket van Naked binnen. Dus die ga ik zo even helemaal unboxen en laten zien. Dit pakken ze trouwens ook van. Dat vind ik echt zo leuk. Ik zit er ook aan te denken om die vandaag aan te doen. Ik ben wel een klein beetje moe, maar ja, nou ja, shit happens. Dus ja, let's go. Ik zal hier nog even laten zien. Ik heb van het jasje een 36. Het is dus een soort van leer, wel nepleer. En de broek heb ik ook een 36. Die zit, vind ik zelf, heel goed. Niet alle broeken zitten bij mij goed, maar deze wel. Dus ik ben hier mega blij mee. Oh, en ik vergeet het altijd te zeggen. Je krijgt met de code, ga ik hier in beeld zetten en laat ik hem staan. Noor 15, 15% korting op alles. En ik heb ook super veel warme truien, want het is vandaag echt mega koud. Oké, dit is de volgende jurk die ik gekocht heb. Ik heb dus nooit echt avondkleding of iets. Terwijl ik dat wel heel leuk vind. En toen zag ik deze. Ik zal even kijken of die zoiets beter te zien is. Dit is dus tutu. En zo zit hij strak. En hij zit van achter zo. Toen dacht ik, dit is super mooi met hakken. En hij zit heel goed. Ik vind hem echt heel mooi. Oké, het volgende. De volgende outfit is deze panterprint broek en shirt. Ik zal ze even loslinken van elkaar. Ik moet wel eerlijk zeggen, want dat soort dingen vragen jullie altijd. De blouse zit wel true to size, maar die broek is echt strak. Ik weet niet of ik een 34 heb of een XS of een S of wat ik heb. Ik zal zo even kijken, maar volgens mij... Wacht, zal ik nu even kijken? Dat is misschien wel slim. Dit is een 36, ja. Die valt echt super klein. Hij is heel strak. Maar ik vind het wel echt een mega leuk pak. Helemaal zo met gouden sieraden. Echt mega leuk. Alleen, ja. Ik zou dit zeggen. Bestelmaat groter mocht je deze willen bestellen. Ik vind het wel mega cool.
Oké, het volgende. Wacht, ik moet eigenlijk zo filmen. Is deze broek van Fila. Hij is dus een beetje flared. Ik vind hem echt mega vet. Ik denk dat Bibi dit van mij gaat jatten. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Maar kijk hoe cool die is. Maar ik zou dit dus ook gewoon aandoen, zeg maar, niet als chill outfit. Maar ook gewoon in daily life met een leren jasje of zo. Kijk, misschien beter mijn spiegel zo kan doen. Dus het zonlicht erop. Maar die is heel cool. Hier krijg je dus ook 15% korting allemaal op. Super cool. Oké, ik vind dit tot nu toe het allerleukste wat ik aan heb geprobeerd. Sorry, ik ben een beetje aan het shine en aan het doorschijnen. Dus ik zou het even zo. Maar dat is deze top. Hoe cool is die? Ja, met spijkerbroek. Ik vind dit zo leuk. Oké, ik koop dus altijd alleen maar witte shirts. En toen zag ik deze. Hier krijgen jullie ook 15% korting op. En toen dacht ik, dit is wel een heel leuk basic soort van zwart shirt voorbij een spijkerbroek. Dus die. Deze valt redelijk groot. Ik heb volgens mij een small. Hij is wel een beetje wijd, maar dat vind ik zelf wel lekker zitten. Oké, met dit vest ben ik ook zo blij. Dit is gewoon van Naked. En volgens mij is die ook helemaal niet zo heel duur. Maar dit lijkt echt net een of ander Celine vest of zo. Ik vind het echt super leuk dus om over t-shirts aan te trekken of over een kanten top of whatever. Maar ik ben hier echt blij mee. Ik had vorig jaar ook zo'n vest. Daar had ik toen ook mega veel vragen over gekregen. Maar dit is wel echt super cool. En lekker warm. Ik wil lekker alleen maar truien aan vandaag. Oké, ik was dus op de Fashion Weeks. En je ziet dus overal echt mega veel geel. Dus ik zag deze gele trui. En ik dacht, die moet ik even aan mijn collectie toevoegen. En hij is redelijk warm. Niet mega warm zoals het vest van net. Maar wel echt een lekkere trui. En ik vind de kleur mega leuk. Ik denk dat ik hem erin moet doen. Dus cool. Oké, dit is een beetje gênant. Maar ik blijf deze trui maar kopen. Omdat ik gewoon heel veel wit draag. En met wijde mouwen. Ik vind het gewoon zo leuk, dit soort truien. Dus, ik heb er nog één toegevoegd. En deze zijn ook nooit heel erg duur. En warm en chill. En gewoon leuk met spijkerbroeken of met whatever. En gouden sieraden en zo. Dus deze vind ik ook leuk. En dit is het laatste item. Deze trui. Super mooie kleur. Kijk, kan je hem maar zien. Ja. Ik heb niet echt charmant in mijn broek gepropt. Maar ik vind het dus heel leuk. Want dit is een beetje dezelfde kleur als mijn ogen. Deze trui. En die trui van Naked, die jeuken dus ook niet. En ik heb extreem last daarvan bij Zara en zo. Ik kan nooit echt trui kopen omdat ik alles vind jeuken. Maar deze is pretty cool. Kijk, nu kun je trouwens de kleur van deze trui nog goed zien. Kijk, zo mooi. Oké, en ik ga de vlog afsluiten. Het is met je rommelig begonnen in Milaan, Parijs, toen naar huis. En nu is het tijd om af te sluiten. En ik ga een nieuw beginnen. Ik ga eventjes kijken wat ik nu aan ga doen voor Linda Meidenfestival. En dan snel daarheen. En dan hopelijk later wat leuks doen met Olly. Dus, heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te subscriben, te liken, te commenten. Bladibladibla. En ik zie jullie woensdag weer.